service.sport en bewegen van de gemeente en de KNVB zijn vandaag begonnen met een straatvoetbaltoernooi bij het Johan Cruijffkoord in de Schutskamp in Den Bosch. 7 scholen doen hier aan mee. Vandaag werd de eerste van de 3 voorrondes gespeeld. Op 22 april is de finale ronde. Lennart Weber, een van de organisatoren, legt ons uit waarom dit toernooi gehouden wordt. Nou, we houden het in de eerste instantie om vooral de scholen, de 6 scholen vanuit de Kruiskamp, Schutskamp en Bosveld, vooral samen te laten sporten. Kinderen uit deze wijk sporten graag op straat, zijn graag bezig met voetbal. En daarom hadden ze het van, voetbal is een uitstekende sport om die kinderen aan het sporten te krijgen. Oké, en de KNVB steunt dit project, waarom steunen ze dit? Waarom steunen ze dit? Ten eerste, de KNVB heeft een eigen straatvoetbalgenoot. De straatvoetbaljeugddagen. En de KNVB spreekt gewoon uit dat ze graag de kinderen op straat, want daar leert eigenlijk het spelletje, op straat bezig willen zien. De kinderen leren het voetballen op straat en daarna zegt de KNVB, hey, de kinderen veel op straat laten voetballen, zodat uiteindelijk, hopelijk, het spel nog beter wordt. Oké, en de finale wordt gauw in Den Bosch, de eerste finale? Ja, de eerste finale, de voorronde spelen we vandaag hier dan, 3 dagen. En de grote finale, tenminste de finale vanuit de regio, uit Brabant, spelen we in Den Bosch. Op dit moment is die gepland op 13 januari, maar dat is onder voorbereiding.